Er is de afgelopen week heel veel gebeurd in mijn portfolio. Ik heb een aantal aandelen verkocht en ook een nieuw aandeel toegevoegd. Ja, blijf vooral deze video verder kijken als je wilt weten welk aandeel dat is. En deze video wil ik dus vooral gaan kijken naar de aandelen die ik verkocht heb en ook natuurlijk aangekocht en wat de beredenering daarachter is. Want zoals jullie weten ben ik eerder een andere strategie gaan volgen. Ik had eerder een buy and hold strategie. Wat eigenlijk betekent dat je niet zo snel aandelen verkoopt. Maar ik ben nu meer gebruik gaan maken van drie investeringsgroepen op Seeking Alpha. En die drie investeringsgroepen die doen het beter dan de S&P 500. Dus daar zitten gewoon hele professionele beleggers achter. En die strategieën van hun heb ik samengevoegd. En op basis daarvan bepaal ik mijn aankopen en verkopen. Nou, ik laat zo meteen zien welke grafieken dat zijn, waar ik naar kijk, et cetera. Enerzijds is dat kwalitatief. Nou, wat wil dat zeggen, een kwalitatieve analyse? Dan kijk je naar producten van een bedrijf, de moat. Meerdere groepen die ik volg schrijven analyses daarover. Ik heb natuurlijk mijn eigen gedachten bij bepaalde bedrijven die ik ken en de producten die zij aanbieden. En anderzijds is dat een kwantitatieve analyse. Ja, dan kijk je vooral naar de cijfers. Daarvoor volg ik ook AlphaPix. Nou, AlphaPix doet het drie keer zoveel beter dan de S&P 500, dus drie keer zoveel rendement. Nou, zij kijken echt naar een datagedreven analyse en bepalen daarop, op basis daarvan wat ze willen doen met het aandeel. Gaan ze het kopen, verkopen? Dus ook zij hebben een strategie daarvoor. En als derde heb je nog de technische analyse, waar je mee naar grafieken kijkt. En dus kijkt naar pure technische indicaties die jou wat vertellen op basis van de prijsactie. Nou, die drie dingen voeg ik samen, zoals gezegd, en daarop bepaal ik mijn aan- en verkopen. Nou, we zien nu dus dat ik rond de $28.000 sta, ietsjes minder dan vorige week. Maar ik heb dus een aantal aandelen verkocht en wel weer een aandeel toegevoegd, waarvan ik denk dat die echt enorm kan gaan stijgen komende maanden, komend jaar. Maar daarover later meer. Als ik begin met het aandeel IBM, dat is het eerste aandeel die ik heb verkocht. Dan begin ik even hier op Seeking Alpha. Nou, IBM is een aandeel die hard gestegen is de afgelopen tijd. Recentelijk een daling gehad en tijdens de laatste stijging heb ik hem verkocht. Nou, waarom heb ik het aandeel dan verkocht? Hier aan de rechterkant krijg je al een goede eerste indruk daarvan. De analisten geven een buy en een hold aan, wat dus ja, gemiddeld is, net boven gemiddeld, maar niet enorm positief. En als we puur naar de cijfers kijken, dan zien we de quant score op een hold staan, wat gebaseerd is op deze 5 scores. En dat is dus ook niet zo goed. Nou, dan kijken we verder naar de grafiek. Nou, dit is een grafiek van de DFT, de Dividend Freedom Tribe. Je ziet ook de DFT-chart, zo noemen ze dat. En hier zie je dus op basis van het dividend, dus de dividendhistorie, en de gele stippellijn is de 200 Simple Moving Average, dat het aandeel nu overvalued, dus overgewaardeerd is. Dat dus kan dus ook al een teken zijn dat het overgewaardeerd is en het dus een goed idee is om te verkopen. Daarnaast zien we hier de dividend CAGR, dus dat is de compound annual growth rate. Ja, die is echt enorm laag bij IBM. Die wil ik toch wel graag boven de 10% zien. En wat je nog meer ziet, kijken we naar het technische gedeelte. En als we dan gaan naar de maandelijkse grafiek, ja, wat zie je dan? Dan zie je al dat hij hier dus meer in de overbought, dus het overgekochte eigenlijk zone zit. Nou, dat is eigenlijk boven de 70, hij zit er nu net onder. Maar dan is het dus ook al een soort van bevestiging dat er een goed moment kan zijn om het aandeel te verkopen. Nou, dat zijn dus heel veel factoren bij elkaar. Heel veel analyses heb ik gelezen van verschillende analisten. Ik heb natuurlijk AlphaPix. Ik heb verschillende groepen met verschillende scores die ze geven. Dus ook weer een chart als dit. Ja, en heel veel wijst er gewoon op
dat het aandeel overgewaardeerd is en daarom heb ik dit aandeel verkocht. Kijken we naar de volgende, Hormel Foods. Ja, dan zie je meteen al, eigenlijk alles staat op hold. Ja, dat is dus al een slecht teken. Ja, kijk je naar de grafiek, de DFT-grafiek. Wat zien we daar? Dan zie je hier links al ook een hele slechte dividend CAGR. Die is 2,7% laatste jaar, 6,1% over de 5 jaar. Na 10 jaar nog wel goed met bijna 11%, maar je ziet het wordt steeds slechter. Nou, dan zul je denken, hier is die ondergewaardeerd. Ja, dat kan ook, maar je moet niet van één ding uitgaan. Dat is het ook. Je moet niet alleen uitgaan van deze grafiek. Niet alleen uitgaan van één van deze scores. Je moet een totaalplaatje creëren. Ja, en daarom, wat ik dadelijk nog meer laat zien, zul je zien wat de reden is waarom ik dit aandeel heb verkocht. Ondanks dat hij nu undervalued, dus ondergewaardeerd lijkt. Nou, het aandeel heeft gewoon hele slechte fundamentals, dus een slechte CAGR zoals je ziet. Als we ook nog even naar de grafiek kijken, ja, dan zie je hier op de maandelijkse grafiek higher highs hier op de prijs, dus op de koers, en lower highs hier in de RSI. Ja, wat is dat? Dat is een bearish divergence, een bearish divergentie. Ja, en dat is gewoon heel bearish. Dus als je dat hier al zag, of net daarna, ja, je zag het eigenlijk al bij deze top, die was ook weer lager en hier was deze top hoger. Dus eigenlijk op dit moment kon je al zien dat deze bearish divergentie was gemaakt en hier nog daarna doorzetten, wat enorm bearish is en wat al een verkoopsignaal is. Ja, je ziet ook, daarna ging de koers echt enorm hard omlaag. Maar als je ook gewoon kijkt naar de financials, gewoon de harde cijfers van het bedrijf. Ja, dan zie je na 2021 dat het aandeel niet meer hard gegroeid is. En zelfs nu bij de trailing 12 months weer een beetje daalt. En 2023 ten opzichte van 2022 ook was gedaald met de omzet. Ja, kijk je datzelfde bij de net income, dus de winst. Dan zie je vanaf 2022 ook een daling. Dus dat zijn allemaal dingen bij elkaar genomen die mij hebben besloten om het aandeel te verkopen. Dus al veel eerder moeten doen, maar zoals gezegd, eerder had ik nog geen verkoopstrategie. Dus daar ga ik nu zelf hard aan werken en ja, vaker aandelen bekijken. Niet alleen maar kopen en houden, maar ook echt kijken wanneer ga ik aandelen verkopen. Om zo winsten te behouden, maar ook zeker verliezen en grote verliezen te voorkomen. Want deze aandelen heb ik verkocht in een, met een verlies. Tenminste, IBM heb ik verkocht met een hele grote winst. En de rest van de aandelen met een verlies. Nou, ik had die aandelen dus met een minder groot verlies kunnen verkopen als ik hier eerder naar had gekeken. Dan het volgende aandeel die ik heb verkocht met een verlies is Leggett & Platt. Ja, hier zie je al meteen een rode balk en quantscore strong sell. Nou, een quantscore met strong sell, dat is sowieso al een verkoopsignaal aan zich. Ook de analisten zijn er niet positief over. Dus ja, hier zie je eigenlijk al meteen dat het aandeel niet waardig is om in je portfolio te hebben. En dan hoef je eigenlijk al niet verder te kijken. Maar als we dat toch nog wel even doen hier. Kijken we naar de DFT-grafiek. Ja, dan zie je dus ook al hier een dividend cut, dus een dividendverlaging. Nou, en dat is in 99% van de gevallen ook al een heel slecht signaal. Zeker als dividendbelegger. En vaak zie je dat ook al wel aankomen dat het dividend niet houdbaar is. Dus bijvoorbeeld dat ze niet genoeg cashflow genereren om dat dividend uit te betalen. Ja, vaak zie je dat in de periode daarvoor wel aankomen. Dus als je een aandeel wat beter volgt, ja, dan zie je dat aankomen en kun je daar van tevoren op acteren.
En verkopen misschien nog met een winst of met een minder groot verlies. Ja, hier zie je dat ook al terug, hè, bij de dividend CAGR. Ja, dat is gewoon enorm slecht. Kijk dan ook nog even hier naar de grafiek. En dan ga ik naar de weekgrafiek. Maandgrafiek. Dan zie je hier ook al weer een bearish divergentie. Dus dat is heel bearish. Dus een verkoopsignaal. Kijk je naar de weekgrafiek. Ja, dan kun je dat ook al terugzien. Dan zie je dat hier eigenlijk al hebben deze drie toppen en deze drie lagere toppen. En hierna zie je dat ook weer bij deze twee toppen. Dus bij deze en bij deze. Dus op de weekgrafiek had je het ook al kunnen zien. En zo kun je dus altijd verschillende timeframes bekijken. Nou, voor de lange termijn bekijk ik vaak de dagelijkse, wekelijkse en maandelijkse grafiek. Nou, dan het laatste aandeel die ik verkocht heb. En dan als laatste gaan we over naar het aandeel die ik gekocht heb. Nou, Walgreens heb ik verkocht. Je ziet hier ook weer allemaal een hold. Dus sowieso kwalitatief als kwantitatief ziet het er niet goed uit. Ja, je zou hier bijvoorbeeld weer door kunnen klikken op de financials. Nou, hier zie je dan wel weer een groei. Kijken we naar de cashflow. Ja, dan zie je, ondanks dat de omzet aan het groeien is, zie je vanaf 2022 alleen maar een slechtere trend in de winst. Ze maken gewoon een verlies afgelopen jaren. Dus dat zou je kunnen bekijken, althans dat heb ik bekeken. Nou, kijken we naar de DFT-chart. Dan zul je ook hier wederom weer zien, zelfs bij Leggett & Platt, een dividend cut. Ja, en dat is dus vaak al een teken dat het niet goed gaat met het bedrijf en dat je beter je verlies kunt nemen, niet meer erover na moet denken en beter door kunt gaan naar een volgend aandeel. Kijken we nog even naar de grafiek en dan naar de weekgrafiek. Ja, wat je dan ook vaak nog kunt bekijken, wat veel technische analisten doen, is naar de moving average kijken. Simple Moving Average, ja, dan kun je er meerdere hebben. Veel gebruikte zijn bijvoorbeeld de 50, 100 en 200. Ja, dan wil je op verschillende timeframes, dus maandelijks, wekelijks, wil je eigenlijk al kijken, wat is de dominante Moving Average? Nou, en hier zien we dus eigenlijk al die groene. Nou, dus dan ga ik die andere weghalen. Hier op de maandelijkse grafiek lijkt de 200 moving average, de dominante moving average, dus dat betekent waar de prijs vaak op reageert. Je ziet hier vindt hij drie keer support erop, gaat hij verder omhoog. Hier vindt hij support, gaat hij eronder door en daarna wordt het weerstand en daalt hij verder. Ja, dus dat zijn ook nog dingen die je technisch gezien kunt bekijken. En dus kijk vooral even wat de dominante moving average is op een bepaalde grafiek, dus dat kan dagelijks, wekelijks, maandelijks zijn in geval van de lange termijn. En kijk wat de prijsactie doet op basis van die dominante moving average. Nou, daarom dus Walgreens ook verkocht, denk ik vrij logisch. Nou, laten we dan even kijken nog als laatste naar het aandeel die ik heb gekocht. Dat is Hut 8 Group. Wat is dit? Dit is een mining company. Dus zij minen bitcoins, dus zij krijgen daarmee steeds meer bitcoins. Ja, hier zien we al analisten die zijn daar positief gestemd over. Maar waar het mij om ging, en dat is misschien ook wel meer een high risk play, dus meer een actie die ik gedaan heb met een wat hoger risico. Maar dat is dat ik dit aandeel heb gekocht, omdat ik echt geloof dat er een bullrun op komst is, of we zitten eigenlijk al midden in de bullrun. In ieder geval qua bitcoin. Je ziet al enorme stijgingen terug de afgelopen tijd. Maar ik denk persoonlijk echt dat we dat door gaan zetten. Ja, en een bedrijf als dit, die gaat daar natuurlijk enorm van profiteren. Nou, Hut 8 Group is een bedrijf die behoort tot bedrijven met de meeste bitcoins. Je ziet het hier ook. MicroStrategy, ja, dat is
Natuurlijk een bedrijf die we enorm hard hebben zien groeien de laatste tijd. Als we hier terugkijken naar de chart, ja, dan zie je al hoe hard het bedrijf gegroeid is. Zij houden de meeste bitcoins vast van alle bedrijven op de wereld. En moet je zien wat er gebeurd is afgelopen tijd. Een stijging van 1000%. Ja, dat is echt ongekend. Ja, Hut 8 is de vijfde op deze lijst met meeste bitcoins. Bijna 10.000 bitcoins hebben ze. Ja, en daarom denk ik dat ook dit bedrijf nog veel harder gaat stijgen. We zien al wel een stijging terug de afgelopen weken. Ik had het bedrijf gekocht voordat ze ook de earnings gingen presenteren. Met de gedachte die ik net zei. Hè? Dus er komt een bullrun aan. Of we zitten in een bullrun. En die gaat nog verder volgend jaar, denk ik persoonlijk. En ik denk dus dat die Bitcoin koers hard zal stijgen. Waardoor het bedrijf ook veel meer vermogen zal gaan hebben. Omdat zij zoveel Bitcoin hebben. Ja, daarom had ik het al voor de earnings gekocht. Ze hadden de earnings gepresenteerd afgelopen woensdag. Ja, met daarbij dus de gedachte die ik had dat de earnings veel beter uit zouden vallen dan verwacht. Ja, dat zien we ook terug. Je ziet het, de 13e van november hebben ze de earnings gepresenteerd. Ze hadden een verlies, een EPS verlies van 13 cent, hadden ze verwacht. Maar hij is gebied, dus verslagen met 24 cent. Dat is echt enorm goed. De EPS gap was 1 cent en die hebben ze gebied met 30 cent, wat enorm goed is natuurlijk. Revenue ook met bijna 4 miljoen. Dus dat is bijna 10% ten opzichte van deze 43 miljoen die hier staat. Nou, daarom heb ik dit aandeel gekocht. Zoals gezegd wel een wat hoger risico. Ik heb hem wel gekocht voor de earnings, maar helaas was deze stijging al wel begonnen. Als we dan even naar de grafiek kijken, want er was ook nog een technisch indicatie dat ik het heb gekocht. Ga ik even de rest verwijderen. Nou, als we kijken naar, ik heb beter op de maandelijkse grafiek. Nou, wat ik hier terug zie is dat we dit zien. Even het magneetje uitzetten. We zien hier een enorme cup. Nou, wat zie je dan daarna terug? Dat vaak de koers naar de cup een hendel krijgt. En die hendel die doet dit. Ja, dus ook technisch gezien denk ik dat we nog enorm veel kunnen bereiken met het aandeel. En makkelijk keer 2 kunnen gaan. Misschien wel keer 3 met de komende bullrun. En deze technische cup en hendel. En al de bitcoins die dit bedrijf dus heeft. En die een enorme waarde zullen gaan stijgen in de komende maanden. Wel een hoger risico zoals gezegd. Maar ja, ik wil dat risico wagen. Ik denk dat het een mooie risk to reward is. Ja, en dit is de video. Een lange video geworden. Maar ik wilde toch even laten zien aan jullie hoe ik al die informatie uit die verschillende groepen combineer. Naast ook de technische analyse die ik vaak zelf maak. En dat samenvoeg en op basis daarvan bepaal of ik een aandeel koop of verkoop. Ja, dat zal ik dus meer gaan doen. Ik zal niet altijd zulke lange video's maken, tenzij jullie dat willen. Nou, laat dat vooral even weten in de reacties onder deze video. Maar wat ik wel ga doen en wat ik sowieso iedere week deel met jullie is dat ik al mijn aankopen en verkopen deel. Dus dat blijf ik gewoon wekelijks delen en dan weten jullie dat dat gebaseerd is op al deze bronnen van informatie en dat ik daar dus goed onderzoek naar heb gedaan en ja, op basis daarvan blijkbaar wel hele goede keuzes zal gaan maken in de toekomst wat zal gaan helpen met het rendement dat ik ga maken. Maar ja, dat zullen we terugzien in een paar jaar en dan zullen we terugkijken en zien of dat ook daadwerkelijk zo gebleken is of niet.
En voor nu ga ik deze video hiermee afsluiten. Wil ik jullie bedanken voor het kijken van deze video. Wens ik jullie nog een fijne dag en zie ik jullie graag weer terug bij de volgende video. Ciao!